Ik ben Bernadette Laarmans. Ik ben businesspartner en energy coach voor Galilee. En Galilee is een afdeling van de Randstad Groep. Wat ik altijd graag vertel is dat we één passie gemeen hebben. En dat is eigenlijk zorgen dat mensen zich sterker voelen, beter voelen en in balans voelen. Wij werken samen met Ready to Improve in het kader van het fitste bedrijf. Wat is het fitste bedrijf? Dat is een wedstrijd tussen bedrijven waarin medewerkers eigenlijk gedurende 3 maanden heel actief gaan werken aan hun fitheid. Fysieke fitheid, mentale fitheid, op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Fitheid is niet iets dat je gewoon als actie doet. Dat is eigenlijk een manier van leven en een manier van denken. Dat zorgt er ook voor dat je in balans blijft. En fitheid wil niet alleen zeggen, ik kan presteren. Dat wil ook zeggen, ik kan op tijd en stond alles loslaten en tot rust komen. En zo is eigenlijk HHP ook als partner mee ingestapt in het fitste bedrijf, in het concept waarin zij zorgen met hun ambulatiematrassen, zorgen zij eigenlijk dat mensen ook op tijd, ook op de werkvloer of privé thuis, eigenlijk perfect tot rust komen. Mentaal, fysiek, het is eigenlijk een principe. Je gaat op die matras liggen, je denkt eerst nog aan alle to-do's dat je moet doen overdag en dat je zelfs binnen 20 minuten moet aanpakken, maar je gaat eigenlijk, of dat je het nu wilt of niet, ook mentaal volledig mee tot rust komen met je lichaam mee. Ik heb het zelf mogen testen en ik dacht in het begin, ja, massagematras, wat gaat het effect zijn? Ik zit hier in het midden van mijn werk. Tijdens de middagpauze konden we dat hier testen met een aantal collega's. Maar het echt effect, of dat je nu wou of niet, mentaal, fysiek, dat was echt zo helemaal een relaxatie dat zo geleidelijk aan in heel je lichaam kwam. En ook daarna, je voelde je daarna ook nog heel de namiddag gewoon goed, ja. Dat kan zeker een meerwaarde zijn op de werkvloer. In die zin, als ik zelf met mensen op de werkvloer samenwerk, dan hebben we het over energie op het werk, goed voelen. Heel veel mensen weten heel goed van hoe kan ik zorgen dat ik beter kan presteren. Maar dat presteren blijft niet aangehaald worden als je niet op tijd en stond tot een rustmoment komt. En als je dan aan mensen vraagt, wat is nu ultieme rust? Dan gaat iedereen zeggen, oh, sporten, lezen. Men gaat altijd nog een actie verzinnen om tot rust te komen. Dat kan zeker helpen. Dat is voor iedereen individueel een keuze. Maar volledig in je hoofd en fysiek tegelijk tot rust komen wil zeggen dat je gewoon is een kwartier, 20 minuten, niks doet en aan niks denkt. En dat is heel moeilijk voor heel veel medewerkers. Ook zeker tijdens de middagpauze. Een middagpauze dient, bij manier van spreken, om te ontspannen. En toch hebben mensen onbewust de drang om iets nuttig te doen. Maar wel, dan denk ik, als je dan 20 minuten op een ambulatiematras kunt gaan liggen, dan ben je iets heel nuttig aan het doen voor je lichaam. En tegelijkertijd gaat je sowieso tot rust komen, ook in je hoofd. Dus het kan zeker een meerwaarde zijn.